Zoo, Story Zoo. Geekaboo, geekaboo. Oi. Hallo allemaal. Leuk dat jullie er weer zijn. Gaan we iets leuks doen, Bax? Jazeker. Vandaag gaan we iets leren over raketten. Oh, leuk. Daarmee kun je de ruimte in. Hoe hard kunnen die eigenlijk vliegen, Bax? Nou, om dat te bekijken, gaan we samen een ruimtereis maken. In een echte raket. Ja, naar de ruimte! Woo, let's go! Laten we maar weer beginnen met een raadspelletje. Je ziet hier drie dingen die snel kunnen vliegen. Maar welke manier van vliegen lijkt het meest op die van een raket? The bird has wings, like me. Vleugels om mee te flapperen. Maar die heeft een raket niet. En die katapult, daar kan je een steentje wel heel snel mee wegschieten. Maar dan heb je voor een raket wel een heel groot elastiek nodig. A balloon floats. Ja, een ballon zweeft. Dat gaat helemaal niet snel. Maar heb je wel eens een ballon opgeblazen en hem dan weer zonder knoopje te maken losgelaten? Oh ja. Ja, dan vliegt hij weg. Heel snel. Precies. Doordat de lucht heel hard uit het gaatje van de ballon loopt, wordt de ballon weggeblazen, de andere kant op. En zo werkt het met een raket ook ongeveer. Zitten er dan ballonnen in een raket? Nee, er zitten geen ballonnen in een raket. Een raket heeft een krachtige motor met heel sterke brandstof. De uitlaatgassen worden op grote snelheid uit de straalbuis van de motor geblazen. Net als de lucht uit de ballon. En gaat hij dan omhoog? Dat wil ik wel eens zien. Dat komt goed uit, want er staat een raket op het punt te worden gelanceerd. Kijk, hij staat al klaar op het lanceerplatform. Spannend. 4, 3, 2, 1, no! Blast off! Oh, that's a lot of fire! Wow, ja, dat vuur komt uit de onderkant van de raket. Dus dat duwt hem omhoog. There it goes! Wow, ja, daar gaat hij! Oh, wat gaat hij hard? Wow! Wat een bijzonder gezicht, hè? Ja, echt wel. Om aan de zwaartekracht van de aarde te ontsnappen, hebben raketten heel veel raketbrandstof nodig. Zit dat in die raket? Een raket bestaat meestal uit 2 of 3 delen. Die noemen we trappen. Als zo'n trap al zijn brandstof heeft verbruikt, wordt hij losgekoppeld van de raket. Hij valt dan terug naar de aarde, meestal in de zee. Er gaat steeds een stukje vanaf. Juist. Die delen heeft hij niet meer nodig. Hij zweeft nu in de ruimte. Daardoor heeft hij niet meer zoveel kracht nodig. En wat zit er voorin? Ik laat jullie alle onderdelen zien. Onderaan zit de motor. En aan de zijkanten zitten grote brandstoftanks. Die kan hij loslaten zodra ze leeg zijn. En daar wordt de volgende trap losgekoppeld. Die heeft hij niet meer nodig. Hé, en wat zit er in het voorste stuk van de raket? Dat is een satelliet. Deze raket brengt namelijk een satelliet in een baan om de aarde. The rocket's like a taxi.
Ja, een taxi die de satelliet naar de ruimte brengt. Juist. En weet je wat er nog meer met een raket mee kan reizen? Bijvoorbeeld naar een ruimtestation? Kijk maar mee, dan kunnen jullie het vast raden. I see white and blue. Ja, wit en blauw. Heel goed. Strepen. Oeh, dat lijkt wel een hand. Ja. Hé, hey, daar zit iemand. Hé? Is dit een astronaut? Ja, astronauten. Het zijn astronauten. Juist. Astronauten werken soms een tijdje in het internationaal ruimtestation. Ze vliegen daar dan heen in een raket. Ze gaan naar de raket toe. Dag, goede reis. Bye bye. Are they in the rocket now? Ja, nu zitten ze erin. Woohoo! There they go! Wow, ze hebben net zo'n pak aan als wij, hè, Bakt? Ja, echte astronauten pakken. Om ze te beschermen tegen de flinke krachten die ze te verduren krijgen tijdens de vlucht. En besturen die astronauten nu de raket? Soms mogen de astronauten een stukje sturen. Maar meestal vliegt een raket op de automatische piloot. Of hij wordt bestuurd vanaf de aarde. Hier zie je versneld afgespeeld hoeveel mensen er op aarde meewerken aan de reis van de astronauten. Ik heb weer een spelletje voor jullie. We hebben het al gehad over hoe een raket vliegt. Maar zouden ze nu sneller gaan dan voertuigen op aarde? Wat gaat volgens jullie het snelst? Een hogersnelheidstrein? Een straaljager? Of toch een raket? Zo'n trein gaat wel supersnel. Maar een straaljager gaat sneller, denk ik. But a rocket is even faster. Ja, ik denk toch dat de raket het snelst gaat. Met al dat vuur uit zijn staart. Ja, een raket is vele malen sneller dan een hogesnelheidstrein of een straaljager. Om aan de zwaartekracht van de aarde te ontsnappen, moet een raket wel 40.000 kilometer per uur vliegen. Wow, dat is echt heel snel. Superfast! Woohoo! Ik wil thuis ook een raket. Dan kan ik ermee spelen. Een echte raket is een beetje te groot. Maar we kunnen er wel een tekenen. Die kan je dan uitknippen om ermee te spelen. Doen? Let's draw! Ja. Beginnen bij de punt. Helemaal tot de onderkant. En dan weer naar boven. Juist. En dan de vleugels. The wings! Maar niet om mee te flapperen, hoor. En nog eentje. Nog één. En de bovenkant van de raket. Juist. Oh. En nu komt het raam. Heel goed. Mooi rond. Dat is best moeilijk. Het hoeft ook niet precies rond, hoor. Gewoon een leuk raampje maken om door te kijken. Stip, 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 stip. Ja. En nu inkleuren. Mooi rood. Oh, mooi. Oh, leuk. Ik ga deze natekenen en dan uitknippen. En dan... pjoe! Ermee vliegen door de kamer. Zullen we maar weer eens terug naar de aarde gaan? Ja, dan ga ik een raket maken. Maar we gaan nog wel een keertje terug naar de ruimte, toch, Bax? Ja, hoor. We komen hier gauw een keertje terug. Leuk zeg. Vond jij het ook leuk, Pepper? Yes! We hebben een mooie reis gemaakt. En weet je nog wat je allemaal hebt geleerd? Oh. Oeh.
raketmotor blaast keihard, waardoor de raket stijgt. Als de brandstof op is, laten ze de motor vallen. Deze astronauten zitten gezellig samen in een raket. Ze gaan naar het ruimtestation toe om daar te werken. Raketten brengen bijvoorbeeld satellieten naar de ruimte. Om aan de zwaartekracht te ontsnappen gaat een raket supersnel. Dat was een mooie reis, hè? Ja, en de volgende keer gaan we daar kijken. En daar? Ja, dag allemaal. Bye bye. Tot de volgende keer. Doei.